Jongens, ik ben nog steeds vuurpoot en ik ben weer terug met een nieuwe video. Dit keer is, ik vind het best speciaal, want ik begon het idee om gewoon eens een keer Seed te pakken. Seed staat vast wel in de beschrijving. Zo, daar heb je hem al. En je spant daar ergens in dat bos in, dan kun je makkelijk dit dorpje vinden. En ik ga jullie gewoon zien, laten zien, want ja, je hebt wel eens, dan loop je naar die village en dan denk je van yay, en zover ik zit nu in game mode, maar stel je zit in survival en dan kom je hier in. Stomme fietsjes met de geluiden. Oké. Maar dan en dan zie je die huisjes en je denkt, ik ga er in eentje wonen. Maar ja, wij als professionele bouwers, wel allemaal, we willen natuurlijk wel iets beters dan zo'n simpel meh huisje. Dus ik ga jullie laten zien hoe je jouw villagerhuis moet pimpen. Of verbeteren. Of dat zorgen dat het er goed uitziet. Ik heb niet echt van tevoren bedacht hoe ik dit ga doen. Dus ik ga gewoon beginnen en proberen er wat leuks van te maken. We beginnen maar eens met het dak wat te verbeteren en zo. En natuurlijk, nou, dit zit er nog steeds in, want een paar updates geleden was dit zeg maar nog niet mogelijk. Dit bestond nog niet, dit blok. En moest je het dus fixen door full block in te zetten, maar dat hoeft nu niet meer, dus dat gaan we ook even aanpassen. Oeps. Wat de fuck is hij aan het doen? Oké, zal wel. Zo. Is het dak ook alweer bijna klaar? Misschien kan ik dit ook al zo doen. Ja. Oké, moet alleen dit randje nog even. En dan plaats je er eentje zo. Zodat alles mooi bij elkaar past. Oké, dan is het dak dus klaar nu. Even goed kijken naar het huis. Nou, het eerste wat mij al opvalt is heel veel gebruik van cobblestone en de muren kloppen niet eens. Dus ga ik als eerste maar eens even verbeteren. Zo. En daarboven gebruiken ze hier hetzelfde hout als hier beneden. Nou. Villagers. Dus, hoe gaan we dit even verbeteren? Nou, ik denk in ieder geval dat hier wel zo'n. Ik zie trouwens dat het aan de binnenkant toch niet gaat opvallen. Dus plaatsen we hier gewoon zo'n ding. Ja. Dan kunnen we hierboven bijvoorbeeld wel. Nou, geen sneeuw. Het moet wel eens survival mogelijk zijn. Wol. Ja. Zo. Ik heb trouwens de Flow HD texture pack nu aan. Ik weet eigenlijk niet waarom, ik had best ook in een andere texture pack kunnen bouwen. Maar dat maakt niet uit, dit is ook goed. Zo. En zo. Maar dan moeten we nog wel echt fixen dat er niet zoveel cobblestone in zit. Want dat is toch wel echt saai zo. Maar goed. Gaan we maar eens beginnen met de voorkant. Even zien wat ik kan. Ik heb wel een ideetje. Ik hoop dat dat kan. Wacht even. Oh, als je dit wegslaat, dan komt het niet goed. Zo. En zo. Een keer deze wegslaan. Hier. Nou, bijvoorbeeld dit zo neerzetten. Oh, dan maak ik hetzelfde geluid als die villagers. Waar ben ik mee bezig? Oké. Zo. Hier nog wat. Dat sounds. Ik moet natuurlijk wel zorgen dat het niet te veel wordt, terwijl het nog wel in survival mogelijk is. Want ja, daarvoor doe ik dit natuurlijk allemaal. Je kunt in ieder geval ook, als je wat wil verbeteren, die wegen misschien wat logischer aanleggen. Zodat ze tenminste bij de deuren komen. Want ik heb wel eens van die villagers en dan heb je, nou, dit bijvoorbeeld ziet er niet uit. Kun je allemaal aanpassen. Dat is in ieder geval één ding waar de villager deur beter uitziet. Even deze blok hebben. Zo, heb je ook een mooie ingang. Ja, ja. Oh, oeps. Nee, niet dat. Houd het gewoon zo. Moet sowieso dit hier moet verbeterd worden, want het is tot nu toe echt lelijk.
Je kunt ook even denken, misschien kan ik ook wel gewoon een aanbouw eraf vastplakken. Hoi. Zo. Gewoon een simpele aanbouw die lekker zat in de weg. Oh, nu ga ik over die weg heen. Dat is niet zo aardig. Doen we het even zo. Kan ook. Dan kunnen we weer. Irritante villagers. Oh, gezond. Gewoon. Nou, is er een jungle in de buurt? Anders is het een beetje raar dat ik dit gebruik. Nee, ik zie geen jungle in de buurt. Dan gebruik ik gewoon birchwood. Hop. God, kom op. Ga toch eens weg. Dan hebben we hier gewoon een klein aanbouwtje. Ik weet nog niet precies wat we daarmee gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld. Misschien dat ik hier nog een kelder in maak of zo. Hier onder het huis. Dit is toch de vloer? Ja, dan kan hier perfect zo'n kelder. Zullen we er zo meteen inbouwen. Zo. Zo, dan is in ieder geval deze kant al een stuk minder saai. Dan kun je hier nog gewoon iets doen van een steunpilaar of zo. Heen hoger, dat wel. Even kijken. Is dit wat? En dan kun je ook nog eventueel. Zo. Ja. Zo, een klein bloemetje. En gewoon wat random. Maar waarom niet? Jungle sapling. Kun je misschien niet vinden, maar dat maakt niet zoveel uit dat je daar plaatst. Gewoon wat bloemetjes en zo om het wat op te vrolijken. Even zien. Zit hier al een glas in? Ja, er zit al glas in. Nou, zo is het al een heel stuk verbeterd, vind ik zelf. Kun je eventueel ook nog hier zoiets doen. Kun je ook nog een bloemetje in proppen. Oeps, verkeerde. Zo. Als je trouwens niet weet hoe ik dat doe, dat ik telkens als ik bijvoorbeeld op een blok klik, dat ik dan opeens die blok krijg, dat is gewoon met je scrollmuisje gewoon erop klikken. Scrollwieltje dingetje, gewoon erop klikken. En dan heb je het. Zo simpel is het. Moet nog even kijken, wat kan ik hier nog... Oh, dat is ook al... Misschien kunnen die ook wel ergens kwijt. Zo, nou, aan deze kant ook. Ik weet niet. Dit is erbij. Weet je, misschien maar niet van deze, want ik weet niet of die wel zomaar te vinden zijn. Ik weet dat de andere blokken wel te vinden moeten zijn. Gewoon steen, cobblestone omsmelten. Zoiets als dit misschien. Waarom maak ik dit geluiden van die villagers? Ik heb het, vind het zo irritant en dan doe ik het zelf ook. Zo misschien is dat. Ja, dat moet. Komt wel goed, komt wel goed. Dan vind ik zo in ieder geval de muren al. Flink verbeterd. We gaan ons nog maar even op het dak focussen. Dat is tot nu toe een beetje saai, vinden jullie ook niet. Dus dat gaan we even fixen. Even zien. Gewoon het deel van het dak opbreken. Nobody cares. Zo. Het is gewoon een simpele manier van hoe ik altijd gewoon zo'n soort uitbouw-achtig iets aan een huis toevoeg. Zoiets. Dit. Oh.
En misschien ook, ja. Weet dit zo. En dan komt het aan deze kant ook wat mooier uit. In plaats van het ding hieronder. Kunnen we daar weer wat wol voor plaatsen. Zo. En we hier weer een leuk uitbankje. Hier eventueel nog wat vensters neerzetten. Deze ondersteboven draaien. En dan nou gewoon wat bladeren uit laten hangen. Zo. Natuurlijk wel nog even wat glas in. Zo. Even zien, wat kan ik nog meer doen? Nou, de rest van het dak is ook nog een beetje saai. Nou, wat kan ik er nog even zien of dat dak er wel goed uitziet nu vanuit de binnenkant? Ja, het ziet er heel uit. Alleen dit moet even wat anders. Zo. Dan kun je gewoon mooi naar buiten kijken. Wat nog meer, wat nog meer. Ik zat eraan te denken om hier misschien nog een soort gelijk iets te bouwen. Ik kan er in principe gewoon hetzelfde inzetten als hier. Maar zo gewoon. Plaatsen we deze even met dit. Moet je die vormen zien. Dan pakken we even een bloempot en ik een ander plantje, gewoon een, ja, ik had eigenlijk in 1.7 dit moeten doen, had ik veel meer keuze met bloemetjes. Ach ja. Ja, bijna vergeten te zeggen, die seed werkt volgens mij alleen in 1.6.4, maar dat weet ik niet zeker. Maar het zou best kunnen dat die alleen in 1.6.4 werkt. En als je dus met een andere probeert, dat het dan gewoon, ja, kom je ergens totaal anders. Nou, zo vind ik het huis al redelijk gepimpt. Dan kunnen we nog wel iets aan materiaal gebruiken op het dak maken, want het is nu een beetje, ja, het ook is hetzelfde. Dus je kunt bijvoorbeeld nou, het randje helemaal veranderen voor birchwood. Gewoon even proberen hoe dat eruit ziet. Zo, dat is tenminste wat verschil. Anders heb ik het ook wel echt. Oh shit, ik hoor de stofzuiger komen. Oh nee. Oh nee. Dit komt niet goed. Oké, snel de video afmaken en dan snel gewoon even het huisje afbouwen. Maar ik moet het helaas ook nog inrichten. Maar ja, dan maak ik er wel een 2D episode van. Komt wel goed, komt wel goed. Dus we maken even snel dit af. En laat ook even in de reactie achter wat jullie eigenlijk vinden van dit idee om gewoon. Ja, want ik weet niet hoeveel van jullie echt survival doen of echt alleen maar bouwen. Maar ik dacht voor degene die survival spelen, die hebben misschien wel eens wat. Ik had echt altijd als ik. Nou moet ik het weghalen. En ik heb altijd als ik survival speel, dan is het altijd, dan kom ik zo'n village tegen en denk ik van jee, ik ga daar wonen, maar dan heb ik echt wel iets van wat de fuck is het lelijk. En ik weet niet of iemand anders is die hetzelfde heeft, maar dat heb ik tenminste. Dus dan ga ik altijd dingen doen, ja, ga ik het verbeteren en dan ga ik het helemaal inrichten en zo. Nou, dat komt dan wel de volgende keer. Dan ga ik nu deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Reageer, abonneer, like die video. Deel het met je vriendjes en vriendinnetjes. En doe wat je wil. Tot de volgende keer.